De dame hier zei het net ook al, heeft Groningen toekomst? De problemen zijn enorm. En twee deskundigen zullen hierover het woord krijgen, ieder een kwartier. En daarna volgt een soort debat met meerdere mensen. En daarna gaan we allemaal aan tafel ook daarover praten. De eerste die ik het woord ga geven is programmamanager gaswinning provincie Groningen. Ik weet niet of dat de meest begeerde baan is, anno 2015. Maar een uitdaging is het zeker. En hij komt op mij vrij onverschrokken over. Ik begreep ook dat het een top basketballer is geweest. En heeft allemaal basketbalvrienden, dus pas op met hem. Mag ik het woord geven aan Gert-Jan Swaving? Ja. Terwijl er voor de techniek wordt gezorgd, wil ik de organisatie en jullie allen hartelijk danken voor het feit dat ik jullie hier een inleiding mag verschaffen over het onderwerp gaswinning. Uiteraard dient zich dat toe te spitsen op de ruimtelijke opgaven. Dat is iets minder mijn vak, maar dat is wel jullie vak. Dus daarom zijn we hier met elkaar op de goede plek. Mijn naam is inderdaad Gert-Jan Swaving, werk bij de provincie Groningen. En in mijn optiek is programmamanager bij de provincie zijn een begeerlijke baan. En vooral als het gaat over een onderwerp dat er zo toe doet als gaswinning en de daarmee verbonden zijnde aardbevingen. Dus dat even als antwoord op Andrea. Ik weet niet of wij hier internet hebben, dat gaan we nu even beleven. Maar als dat zo is, dan wil ik graag even beginnen met een filmpje. We hebben geloof ik nieuws op dat front. De internetserver is niet gevonden, dus we hebben geen internet. Dat is wel jammer op zich, maar komt het later in het verhaal wellicht ook wel op een goede manier terug. Wat ik jullie had willen laten zien is even een filmpje waarin een timelapse wordt weergegeven van alle aardbevingen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. Met een spannend geluidje eronder uiteraard, zodat we allemaal in de goede stemming komen. Ja, ik weet niet of dat allemaal snel genoeg gaat. Ik heb maar een kwartier, dus ik ga wel door. Maar dat geeft in ieder geval even aan een goed gevoel van de omvang en de urgentie van het probleem waarmee wij hier de laatste jaren zijn geconfronteerd. En een heel belangrijke datum in dat verhaal staat hier ook, is 16 augustus 2012. Hadden we een aardbeving van 3,6 schaal van Richter bij Huizingen. En deze aardbeving markeerde eigenlijk de omslag van aardbevingen zijn lastig naar aardbevingen konden wel eens heel onveilig zijn. En dat leverde een schok op in het denken en in de beleving van aardbevingen in dit gebied. Dat is bevestigd door de januaribrief van SODM van 2013. En daarna hebben wij een heel intensief proces doorgelopen als provincie, gemeenten, met Rijk en NAM met name. Met de productie van een hoop afspraken enzovoort. Die staan hier even onder opgezond. Dat gaat om november 2013, dat is dit verhaal, is het rapport van de commissie Meijer die een visie heeft gegeven over hoe je flankerend met dit dossier moet omgaan. Dus niet de aardbevingen zelf, maar wat je voor het gebied moet doen om het inderdaad leefbaar te houden. Dat heeft ook geleid tot een akkoord met Rijk, gemeente, NAM en provincie. Dat is deze hierboven. Onderdeel van dat akkoord was het oprichten van een dialoogtafel. Daar is ook een keurig advies over afgescheiden. Dat is deze hieronder. En wat wij het afgelopen jaar hebben meegemaakt, dat akkoord weliswaar een heel goede eerste slag was, maar nog niet het complete verhaal was. En dat heeft geleid tot een drietal aanvullende afspraken die daar staan. Nou, volgens mij is het de dag niet naar om al deze rapporten hier in extenso met u door te gaan akkeren. Dus ik ga graag snel door naar de opgave waar wij met elkaar voor staan en waar jullie vooral vandaag ook jullie tanden in gaan zetten. En om dat goed te kunnen doen is het van belang om een beetje zicht te hebben op de zaken waar wij in dit gebied de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Ook zaken die voortkomen uit het advies van commissie Meijer, uit het bestuursakkoord dat wij hebben gesloten in januari 2014 en ook het aanvullend pakket wat we in februari van dit jaar hebben gesloten. Sleutel daarin is wat wij noemen de drieslag. We hebben inmiddels meer dan 35.000 woningen waarin schade is opgetreden in dit gebied. 35.000 woningen, niet 300,
35.000 woningen. En die moeten hersteld worden. Tegelijkertijd weten we dat heel veel woningen, om veilig te blijven in de toekomst, versterkt moeten worden, preventief versterkt moeten worden. Daarvoor is in januari van dit jaar een rapportje uitgekomen, een impact assessment van de, zeg maar, de voorlopige richtlijn, de voorlopige norm waar woningen aan zouden moeten voldoen om aardbevingbestendig te zijn. Die norm is nog heel erg in ontwikkeling overigens, die is niet gefixeerd, dus we lopen wat dat betreft nog in een heel donker land, zal ik maar zeggen. We weten nog heel veel niet. Maar als die norm, zoals die er toen lag, onverkort van kracht zou worden, is uitgerekend dat voor alle grondgebonden woningen, dus ik heb het even niet over flats en over appartementengebouwen, als alle grondgebonden woningen op die norm worden losgelaten, betekent dat je in dit gebied 90.000 woningen heel serieus aan moet pakken. En heel serieus houdt in zijn algemeenheid in, en ik gooi het even over één kam nu om het makkelijk te maken, maar houdt in zijn algemeenheid in, laat de buitenmuren staan, haal alles van binnen eruit, vervang dat helemaal door iets wat er wel tegen kan. Met andere woorden, de bewoners moeten dan ook altijd weken lang hun huizen uit, misschien wel maanden, om dat te kunnen doen. 90.000 woningen. Als je dat extrapoleert naar de andere categorieën gebouwen, en we weten de exacte getallen niet, maar is dat stuk nog dat aantal nog een stuk groter. En dan spreek je toch gauw over ongeveer, nou, doe eens een gooi, 300.000 bewoners van onze provincie. Dat is meer dan de helft van de inwoners van onze provincie. Dus we hebben het niet over klein bier. Dus dat is die tweede slag, de preventieve aanpak. De derde slag is ook perspectief bieden, want daar gaat het natuurlijk ook om. Het eerste, schadeherstel, is natuurlijk vanzelfsprekend. Veiligheid bieden naar de toekomst via preventie is het tweede. Maar je moet ook perspectief bieden voor het gebied. Daar heeft commissie Meijer ook heel erg op aangedrongen. En die heeft gezegd, nou, een heel goede en ook logische manier om dat te doen, juist in dit gebied, is dat te doen via verduurzaming en dan verduurzaming op de energietransitie manier. Maak die woningen, als het kan, energie-neutraal, maar zorg in ieder geval dat ze energetisch gezien beter presteren. Past goed bij het energie-imago van Noord-Nederland. We zijn per slot van rekening ook al 10 jaar Energy Valley. Maar het past ook goed bij de oorzaak van, zeg maar, deze ellende, om het zo maar te zeggen. Want het komt ook voort uit gaswinning, energie. Die verduurzamingsslag, daar zijn verschillende maatregelen op ingezet. Dat gaat om een stimuleringsregeling voor, in ieder geval in deze fase, woningen die al substantiële schade hebben gehad. Maar zou, als je het plan goed uitrolt, uiteindelijk moeten leiden tot een slag waarin je schade herstelt, bouwkundig versterkt en tegelijk de woningen als het ware nul op meter doet. Dus zeg maar, het stroomversnellingsproject is voor een groot aantal van jullie ongetwijfeld gesneden koek. Ja, als je het ergens moet doen in Nederland, is het hier, zouden wij zeggen. Nou, dat is in ieder geval, dat is de drieslag. Dus dat is een groot gedeelte van de opgave. Hoe doe je dat, hoe regel je dat en waar loop je tegenaan? Daarnaast is er nog een aantal andere zaken in de benen gezet. Het gaat onder andere om een programma voor het versterken van de leefbaarheid. Dat vindt zich plaats op drie niveaus. Het hoogste niveau is herstructureringsopgaven faciliteren. Het middelste niveau gaat om een aantal, zeg maar, boven gemeentelijke, meer regionaalachtige aanpakken. En een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van het gebied. Dat was het leuke aan het begin. Ik had hier net geen wifi. Als je iets wilt, zowel qua leefbaarheid als qua economie in een gebied, moet je zorgen dat je internet op orde is. Nou, dat is het voor een heel groot gedeelte van het door aardbevingen getroffen gebied, is dat nog niet aan de orde. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt erbij. En het derde niveau van leefbaarheid zit hem op kleinere projecten, meer zaken die heel dicht bij de bewoners staan, die relatief gemakkelijk leuke dingen kunnen organiseren met financiële ondersteuning uit het derde spoor. Bedragen tot 10.000 euro, zeg maar. Daarnaast is er een economic board opgericht. Die heeft voor de komende, nu nog 4 jaar, een kleine 100 miljoen tot de beschikking om tot de structurele economische versterking van het gebied te komen. En er is ook heel veel aandacht voor de woningmarkt, de positie van de woningmarkt. De prijzen van de woningen, de onverkoopbaarheid van de woningen.
om daar zaken voor te doen. Dus dat zijn de zaken waar wij mee bezig zijn. Nou, er werd net in de inleiding al even verwezen naar de omgevingsvisie van de provincie Groningen. We hebben hier stiekem een soort sneak preview. Het plaatje wat hiernaast zit, dat komt uit het concept omgevingsvisie. Heeft op dit moment volstrekt nog geen status, hoor, want dat moet nog door onze staten worden goedgekeurd. Maar jullie hebben alvast eventjes een blik op dit plaatje mogen werpen. Nou, dan de uitdaging. Het grootste deel van de uitdaging heb ik jullie net duidelijk proberen te maken. Zit hem, qua ruimtelijke impact althans, in die enorme versterkingsopgave die we hebben. De enorme getallen. En of het nou om 10.000 30.000 woningen gaat, als je een beetje aan die een veer laat als het gaat om het handhaven van de norm. Of je hanteert de norm strikt en het gaat om 90.000 woningen of nog meer. Hoe dan ook, het is waanzinnig. En de grote opgave waar wij het afgelopen jaar met elkaar tegen aangelopen zijn, is het punt, ga je per object een zuivere afweging maken? Wat kost het om deze woning te versterken? Wat is de waarde van die woning? Is die nog te verkopen? Als je dan per object de juiste afweging maakt, wat levert dat dan als totaalresultaat op voor het gebied? Het kan best zijn dat je 90.000 keer de goede afweging maakt, maar daarmee onderaan de streep het gebied totaal verwoest. Omdat je de identiteit en de hele cultuur en ook de sociale samenhang van het gebied vernielt. Omdat de cruciale woningen, maar ook cruciale sociale gemeenschappen verdwijnen uit de dorpen en uit de wijken van het gebied. En wij denken dat dat de hoofdopgave is. Nou, als je die af gaat pellen en je gaat nadenken over hoe moet je zo'n gebied benaderen, zodat je dat op de goede manier kan doen, en waar moet je dan allemaal rekening mee houden, dan kom je op de woorden die op deze sheet zijn. Dan gaat het om het feit dat we voor een groot gedeelte in het gebied een krimpregio zijn. Niet helemaal, overigens. De stad Groningen valt ook onder het aardbevingengebied en de direct daarom liggende gemeenten. Dat zijn juist groeigemeenten, waar de gemeenten wat verder van de stad vandaan zijn krimpen. Dus daar hebben we mee te maken. Je moet blijvend economisch perspectief bieden. De leefbaarheid moet oké. Je moet als het ware waarde toevoegen aan het gebied. De identiteit, het cultureel erfgoed moet op orde blijven. Monumentenbeheer is een enorme opgave, ook om dat op de goede manier te doen. Terwijl je ondertussen wel moet garanderen dat het gewoon veilig is in het gebied om in te wonen. Dus je moet daar ook tempo in weten te maken. Nou, ik had het al over die 90.000 woningen preventief versterken. De minister heeft beloofd dat er dit jaar 3.000 preventief versterkt gaan worden. Nou, we moeten nog zien dat dat lukt, maar stel dat het lukt, dat is nog lang geen 90.000. Dus ook het tempo van veiligheid is een heel groot aandachtspunt. De gezonde woningmarkt, mensen die willen vertrekken, moeten ook kunnen vertrekken. Hebben een hele leven gespaard voor hun huis en zien die waarde nu verdampen. En de algenoemde energietransitie. Dus dat zijn de puzzelstukjes waarmee jullie wat ons betreft vanmiddag aan de slag mogen. Ja, en dan levert dat dus een aantal expliciete vraagstukken op die we hier in een paar plaatjes nog hebben proberen te vangen. Ga je dit probleem heel erg benaderen vanuit innovatie? Ga je heel innovatief met woningen om? Ga je naar totaal nieuwe concepten qua bouw, qua gebiedsmanagement? Daar gaat het plaatje 1 over. Het plaatje 2 is, hoe betrek je op de juiste manier een ieder die betrokken is? Spreek je met de burgers of over de burgers? Ik zie Ivo Lochtenburg hier zitten van Stichting Groningen Noord. Nou, dat is een kolfje naar zijn hand, zeg maar. Spreken ook met burgers. Nou, dat is ook een opgave. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je om met kosten van investeren ten opzichte van de feitelijke waarde? Hoe maak je dat soort afwegingen? Hoe kom je tot een verhaal dat ook materieel gezien verdedigbaar is? En het laatste plaatje. Ja, hoe ga je om met de identiteit van een straat, een wijk? Ga je simpelweg vervangen? Vernietig je dan niet de eigenheid van het gebied? En hoe doe je dat op een juiste manier? Nou, wat ons betreft voldoende stof om over na te denken. Dank jullie wel.